Hoekstra. 3. Ajax hier in de 16. Hoekstra legt terug. En daar is hij. Ja, het kon niet uitblijven. Ajax gewoon veel en veel sterker dan ADO Den Haag. En komt dan via Leugter op voorsprong. Belhoven. Goed gegeven. Geweldige paas op Grant. Om er 2-0 van te maken. Nee. Nee. Dus. Ja, dat is al vaker tussen Toorn en Ravensbergen. Er is iets gebeurd, misschien wel in dat incident met Kop. Was aan het begin van de tweede helft ook al. Er zit daar iets niet helemaal goed. En het gaat, hij heeft in ieder geval een rode kaart in zijn hand. En die gaat dus ook gegeven worden. Ravensbergen krijgt rood. Polak vindt dat ze allebei rood moeten hebben. Ik kan hem alvast vertellen, dat gaat niet gebeuren. Ja, ze zoeken haar op. Dat, daar heeft Polak gelijk in. Om een duw te geven. Nee, niks rustig. Tikt even naar Ravensbergen, dan de reactie. Leugter. Ach, die valt erin. Dat leek toch niet een schot waarvan je zegt dat gaat hem worden. Maar werkelijk uit het niets is het 0-2. Susanna. En dat is een hele goede redding van Kop. Die natuurlijk bijna niks meer te doen krijgt. Maar dan dat ene moment. Dat is toch wel handig als je nog oplet en die bal pakt. Oh, probeer even. Om ze te verrassen. Nou, oh. Ja! Spitsen doet dat. En dat is een grote fout van Lorsheid. En een schitterend doelpunt dus van Spitsen. Ajax wint met 3-0 van ADO. Probleemloos.